Nou, 8 uur. Het is al erg vroeg. Hieruit. Welkom. De trein komt net uit het vliegtuig vandaan. Ja. Ik vind het heel dapper dat je er bent. Mooi, mooi. Leuk dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe vlog. Wat heb ik gedaan? Ja, ik ben eventjes in Curaçao. Het was een hartstikke mooie reis. En we zijn weer aangekomen met Linesdive. Nou, ik heb een soundcheck gedaan natuurlijk, wat helemaal te gek was. Omdat we natuurlijk samen met Treintje mochten een keer optreden. Met een geweldige DJ en natuurlijk nog een paar andere mooie artiesten. Iedereen was enorm enthousiast. En daarbij was het ook nog eens een keertje zo dat... Ja, het was gewoon een heerlijke avond. Dus ik wens iedereen bij deze nog een heel gezond, gelukkig, maar vooral een muzikaal 2024. En wat hebben we nog meer gedaan? We zijn uitgenodigd door Jan en Maria op de boot, op de Katamaran. Het was ook een hartstikke leuke dag. Nou, we hebben de motto nog gezongen daar en natuurlijk ook Maak Me Gek. Het wordt weer een groot feest. Alles erop en eraan. En voor de rest is het gewoon lekker genieten. Een beetje relaxen, gemasseerd worden en weinig doen en ja, leuke dingen. En gezellig eten en drinken. Nou, 8 uur. Het is al erg vroeg. Maar goed, ik moet naar het vliegveld. Vliegen even voor 10:30. Dus een beetje op tijd daar zijn. Dus ja, als ik terugkom dan staat dit er allemaal niet meer natuurlijk. Dan is het kerst weer over. Ik ga op vakantie. En ik moet optreden in de zaal. Maar ik weet dat ik niet zo erg ben van de appetit. Dus ik sta nog niet helemaal echt in de blijstand. Ja, het is allemaal gelukt, maar ik ben nog niet helemaal fris. Ik vond het een hele toestand van nu op schip. Een paar weken is naar Curaçao. Heerlijk, een paar mensen die op mijn huis passen, ben ik ook dol op. Het was erg vroeg, ik heb vanaf maar een paar uurtjes geslapen, dus dat is wel te zien ook. Maar we hopen dat we even lekker tot rust komen. Gezellig. Hieruit, welkom. Je bent altijd welkom hier in Leiden. Hier is de tweede. Dank u wel. Nou, dat is het zeker, ja. Top. Je moet een ruikje likken, wat heb je ook voor? Dat prachtig dier trouwens ook. Nou, ik zit hier gezellig even met John en met Brie. En we hebben vandaag, nou, er is hier altijd zeg maar een paar dagen voor oudjaarsavond. Hebben we altijd gezellig, gaan ze de kaart ophalen voor de show, voor aanstaande oud opnieuw. Dan sta ik met Treintje en Geertje staat zelf, hallo. Nou, kijk eens even, allemaal gezellige mensen, hier ook gezellige mensen. Daar ken haar nog van vorig jaar. En hier gaan de mensen kaartjes ophalen, hallo. Kijk eens, iedereen ziet er frisse fruitigheid hier al. Wat een herrie, joh. Al die alarmen gaan af. Nou ja, 30 man op een katamaran. We kennen eigenlijk niet, we kennen bijna niemand, hè, Wino? Nee, maar dat vind je ook niet erg, hè? Nee, vind ik helemaal niet erg. Prachtige dag. Kijk eens eventjes. Hoe mooi.
We liggen voor Casabau. Prachtig weer. En ik ga even nu lekker een uurtje in het zonnetje liggen. Als jullie het goed vinden. Nou, het is natuurlijk weer een topdag. Kijk eens even, dit zijn allemaal lieve mensen. Van deze prachtige Katamara. Catering. We hebben heerlijk gegeten. Allemaal leuke bedieningen, harde werkers. Leuk hoor. Mooi man. Ik hou ervan. Gezellig hoor. Dan gaan we naar boven. Gaat ie goed? Ja, ik ben er een weer op. Ja, ik ga boven even kijken. Kijk eens even hier. Ik laat eens even naar boven doen. Er wordt een miljoen klokken afgeschoten hier, dat gebeurt jaarlijks. Om het oude jaar af te sluiten en het nieuwe jaar in te leiden. En dan gaan we even kijken, gezellig met z'n allen. Omdat het namelijk al de 15e keer is, zolang ik hier in Curaçao ben, is dat toch altijd weer leuk en spannend. Wat ben jij? Ja, Villa Beach. Dit is de bekende bar, hè, waar ooit 12 of 13 jaar geleden Patty Bratt een spagaat op deed. Nou, dat kan ze nog steeds heel goed. Jammer dat ze niet is, want dat had toch wel even gezellig geweest. Patty nog één keer de spagaat moet doen, dit hier op de bar. Het is een nieuwe bar nu. Ja, dus dan kan ze ook een nieuwe spagaat doen. Ja. Ik had ook spagaat in mijn clip, ik hou er zo van. En dat was toen in het kalfje, dat was ook enig, met heel veel BN'ers. En die zaten ook allemaal weer in dat clipje. Whalen, Van de Brandsteden zag ik. Leko, Irene Moors, Karin Bloemen, Jan Lelieveld zat er nog in, Hans Klok zat erin, Imka Marina zat erin, en vele, vele andere, John van den Heuvel zat erin. Ja, dat was echt een clip met 10, 12 BN'ers. Ja, dat is gewoon in het kalf, dat is ontzettend leuk. Dus ik kan een beetje denken aan die spagaat, maar te geestig. Ik ga zo even sporten hier bij Avila Beach en dat is altijd een prachtig mooi plekje. En ik mag hier altijd sporten, dat vind ik ook altijd ontzettend leuk. Het blijft heel idyllisch. Hoe lang heb ik gestaan? 2 minuten na een uur. Kan ik niet. En stop je met een uur? Ja, ik stop met een uur, heb je niet genoeg. Nou ja. Je moet toch fit zijn gewoon vanavond? Ja, dat is waar. Ik ga een soundcheckje doen. Ik ben eerst treintje er al, of niet? Ik kan elk moment komen. Hey, wil je nog niet dood jij? Was jij blij dat ik voor jou je dingen mee kon nemen? Ja, maar die niet normaal. En ik heb geen één oortje. En ik had wel een doosje bij me, maar dus geen. Doe dit al oortjes bij me. Het is mooi afgerekt. Gewoon hebben we nodig, denk ik, vanavond ook. Ja, hè? In verband met een klein buitje. Ja, maar dat is toch stom? Nee, ik had gewoon oortjes staan, maar er zat niks in een doosje. Ja. Maar hartelijk dank nogmaals. Ja, natuurlijk. De trein komt net uit het vliegtuig vandaan. En ik heb heel hard gewerkt. 4 kerstconcerten gedaan. Achter elkaar. Ik vind het heel dapper dat je het bent. Ben je het serieus? Ja, hè? Ja, ik vind het echt knap. Ik vind het ook stoer. Ik weet hoe het voelt, hè, uit het vliegtuig vandaan. Soundcheck en dan s'avonds optreden. Maar goed, dat is alweer een tijdje geleden. Maar ja, ik kom hier aan en ik zie jou en dan is mijn dag weer goed. Kijk, zo mag ik het wel. Ja, toch? Dankjewel. Komt helemaal goed, schat. Nee, het wordt super vanavond. Het is uitverkocht, dus gekke huis. Leuk toch? Ja, heel leuk.
En een mooi podium, mooi licht. Allemaal goed. Leuk, leuk, leuk. Maak me gek, maak me gek met je mond. Maak me gek, ja, de vonken die vliegen in rond. Wat ben je aan het doen, Gerard? Ja, wat ik ga zingen vanavond. Duetten met wie? Hoe gaat het eigenlijk met je single, Gerard? Nou ja, ik hoor dat hij weer trending staat bij YouTube, nummer 3 nu. We hebben 5 dagen nummer 1 gestaan en ja, de streams gaan ook hartstikke goed. Lopen we er al heen? Ja, heb je er zin in, Gerard? Ja, superleuk joh. Heb je een kaartje bij je? Ja, dat kan ook zijn hoor. Het is niet te geloven. Fantastisch dat jullie er zijn. Ik heb er veel zin in. En ik weet dat vanavond heel veel romantische mensen aanwezig zijn. Op dit prachtige eiland. Want echte vrienden, hey, 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 die heb je niet voor even. Die zijn er als een grote weer. Al gaat het mis, je voelt je nooit alleen. Er wonen twee motten in een oude jas. En die twee motten. Die wonen daar pas. Wat lekker zeg. Ik weet dat Tim hier ook is van 538, Radio 538. Hij doet 's morgens de ochtendshow. Samen met Niels en Rick. Ik weet niet waar je staat, Tim. We drinken straks nog een lekker borreltje. Maar jij in ieder geval hartstikke bedankt voor de steun. Want 538 hebben we nog wel even wat aan gedaan. Hè? Mag ik even een applaus voor onze eigen Tim 538? Seconden. 20 seconden, ik zei het al. 6,
voor vuur, op zoek naar avontuur. Ik blijf altijd vrijgezel. Nou, je weet dat je kunt me volgen via Instagram, Instagram Story, Facebook, Twitter, TikTok. Natuurlijk mijn eigen YouTube kanaal. En ja, ik wil natuurlijk 538 nog even hartelijk bedanken aan Radio NL en Sterren.nl voor het draaien en promoten van de single De Motten. En daarbij wordt mijn videoclip enorm veel bekeken, dus daar ben ik dankbaar voor. Ik zou zeggen, jongens, blijf streamen, blijf genieten. Tot de volgende keer en hartstikke bedankt. Tot snel, ik hou jullie op de hoogte.